Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel Dagkaart Reading doen voor 27 april 2021. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. Dat is kaart nummer 1. De tweede. En de laatste. Oké, goed. De eerste kaart voor vandaag is... Oké, meer en beter vandaag even extra voor jezelf gaan zorgen. Je hebt waarschijnlijk te veel energie weggegeven aan anderen de laatste periode, waardoor je niet helemaal optimaal of helemaal in je eigen energie zit of helemaal jezelf voelt. En het is vandaag dus even extra de tijd om wat aandacht en energie aan jezelf te gaan geven. Waardoor jij jezelf dus ook sterker en beter gaat voelen. Oké. Erg belangrijk. Kaart nummer 2. Inderdaad, nieuw leven. Een vorm van transformatie aan nieuw leven. Bepaalde dingen anders aanpakken. Bepaalde wensen misschien uit gaan zetten. Of nieuwe plannen gaan schrijven of bedenken vanuit je gevoelens en je gedachten. En dat ook meer te gaan uitwerken. Want ook jij mag dus in een positieve energie in een nieuw leven gaan stappen. En een nieuwe vorm van positiviteit meer gaan toelaten. Oké, erg belangrijk. En kaart nummer 3 is, inderdaad, het sluit heel mooi op elkaar aan, vind ik al. Kaart nummer 3 is zelfvertrouwen. Vertrouwen, eigenliefde, eigenwaarde, trots. Dus je bent inderdaad echt even in energie bezig geweest, waardoor jij jezelf even een beetje bent verloren. En vandaag mag je even extra een dag voor jezelf gaan nemen en gaan genieten van de mooie dingen om jou heen. En daar ook eigenlijk je energie in gaan uitwerken of uitzetten van voor wat je graag nu wenst in je leven of wilt. En daar ook echt vertrouwen in te hebben dat het dan ook naar jou toe gaat komen. Oké, dus 3... belangrijke kaarten voor vandaag en het sluit inderdaad heel goed op elkaar aan en ga hier dus inderdaad wat mee doen. Oké, mooi. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en laat hieronder even een reactie achter. En vergeet je natuurlijk even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer, hoi hoi.